Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Ja, die koninklijke familie die staat naar je te kijken. En die hebben ook een soort betoverend effect, weet ik uit ervaring, zei iemand. Ja, dat werd ook expliciet gezegd door die man. Die zei ook van, ja, ik weet niet hoe ze het doen. Ja. En ze krijgen het bij iedereen gebeurt het. Maar op het moment dat de koninklijke familie voor je staat, dan... Ja, iedereen raakt betoverd. Daar word je een heel ander mens door. Ja, en toen werd ik zenuwachtig. Toen dacht ik ineens, oh jee. De grote dag komt steeds dichterbij en de route die de koninklijke familie gaat lopen in Emmen is bekend. Ze beginnen op het Noorderplein en gaan via de Grote Kerk naar het Raadhuisplein. Bij de Grote Kerk gaan radio-dj's Jorien Renkema en Jordi Warnes een quiz presenteren. Dat is blijkbaar protocol, ja. Shit, heb ik nu iets verklapt en niet mag? Nou ja. Geen idee of we dit mogen zeggen, maar... Op het Raadhuisplein, het einde van de route, staat dirigent Rieneke Marwitz. Zij gaat een groot koor dirigeren voor de koning en de repetities die zijn in volle gang. Mag ik jullie voorstellen, hier staan zitten alle sopranen. Kom even staan. Hey. En ik begin weer in Zuidbargen. Want daar is Gerald van de Oranje Vereniging nog druk bezig met allerlei plannen om de koning naar Zuidbargen te halen. De gemeente Emmen had ze een plekje langs de route geboden, maar dat sloegen ze af. Ja, hebben we ervoor gekozen om niet voor een rol in het centrum te kiezen op Koningsdag. En dat is nogal wat, hè? Dit hele verhaal, een klein Drents dorpje dat hoort dat de koning komt en dat dan aan de slag gaat voor een mooi ontvangst. En ja, er blijft maar een liedje door mijn hoofd spoken. En dat is een liedje van het iconische duo Harm en Roelof. En zij komen uit Sleen. Het liedje heet De Blaaskapel. En dat liedje heb ik als kind grijs gedraaid met mijn ouders op vakantie. En nu is hij ineens actueler dan ooit. Het stiet in kraat, Ruud Job, het stiet in kraat. Wie wordt bezucht door de koningin van het land? Zie dat met Vinnie dagen de koes daar binnen. Ach man, ik word er nogal zenuwachtig van. Terug in Zuidbargen, dat oude dorpje aan de rand van Emmen met een actieve oranjevereniging. In februari kwam de officiële uitnodiging. De Oranjevereniging mocht een prominente plek bekleden in Emmen op Koningsdag. Helaas kwam die uitnodiging te laat. Kijk, hadden we dit vorig jaar geweten, net na april, of in elk geval al toen bekend was dat de koning met zijn gezin naar Emmen zou komen, dan hadden wij als bestuur ook nog daar iets in kunnen doen. Hè? Dan hadden wij ook nog keuzes kunnen maken van, goh, hoe gaan we dit aanvliegen? Willen wij inderdaad met elkaar naar Emmen of niet? Oké, heel even een kleine samenvatting. De Oranje Vereniging wilde heel graag dat de koning naar Zuidbargen zou komen op Koningsdag. Maar al vrij snel werd duidelijk dat dat niet ging gebeuren. Qua veiligheid was dat niet te regelen. Maar ja, in Zuidbargen viert de vereniging elk jaar een groot feest met iedereen uit het dorp. Maar ik denk dat heel Zuidbargen had begrepen als jullie gewoon daarheen waren gegaan. Toch? En gewoon een streep door het feest, één keer. En volgend jaar weer vrolijk verder, maar dit jaar naar de koning. Wellicht wel, maar kun je ook dan jezelf nog aankijken? En is dat waarvoor wij dit doen? Dan is denk ik het antwoord heel duidelijk. Nee. Ja, kijk, dat gevoel van verbondenheid, die is wel heel sterk hoor. Die zit wel echt in ons DNA. Maar jullie zijn met 300 huishoudens, zijn lid van de vereniging, vertelde jullie vorige keer. De helft naar Emmen, de helft in Zuidbargen. 150 man naar Emmen, 150 man in Zuidbargen. Je had toch iets kunnen bedenken? Ik denk dat je spijt gaat krijgen. Ja, dan mag jij denken. Wij denken voor niet. Ja,
Ja, ik geloof daar niet in. Ik geloof niet dat we daar spijt van kunnen krijgen. Ik denk dat we spijt hadden gekregen als wij uitgerekend in ons 75-jarig bestaan af zouden wijken van hoe we het normaal ook doen. Hoe uniek het moment ook is. En ik denk dat dat had spijt opgeleverd. We moeten wat doen, Ruup Job, we moeten wat doen. Al was het alleen maar voor het goed fatsoen. En dikke Derk zie Joppie en verliek. We zetten een boog en ontvangt er met muziek. Laat ik het even op mezelf betrekken. Ik ben bijvoorbeeld groot fan van Bruce Springsteen, de artiest. Een aantal jaar geleden trad hij op een Pinkpop en toen ging ik daar niet heen. Ik heb hem al vaak gezien, ik ging daar niet heen. Ik dacht, ja, ik heb hem al vaak genoeg gezien. Ik hoef hem nu even een keer niet te zien. En dat vond ik de hele tijd oké, tot de dag zelf. Tot die dag dat hij daar optrad. En toen dacht ik, ja, shit, dan ben ik er dus niet bij. Nee. Straks is het dus Koningsdag. Jullie worden wakker, jullie staan hier in het bar. En de verbondenheid is waarschijnlijk groot en het is prachtig en het is mooi. Maar jullie zijn er niet bij. Dan ben je toch bang? Nou is het die dag straks. En dan denk ik dat wij dat ook wel even voelen. Van goh, en we hadden daar ook kunnen zijn. Alleen het gaat verder dan dat. Hè? Want wat er namelijk gebeurt is dat Emmen op, en dan komen we toch weer op het stuk van hè, op de kaart komen. En voor het positief voor het voetlicht komen. Dat geeft natuurlijk ook wel een gevoel van trots. En daar zijn we natuurlijk wel onderdeel van. Maar om daar nou echt te zijn. Ja, wij kijken van afstand al mee. En we krijgen natuurlijk van afstand het wel toch wel op een andere manier mee. Dus ik denk dat echt daarbij zijn. Ik weet nou niet of dat het gevoel van de euforie en de trots zoveel sterker zou maken dan dat we hier zijn. Dat ja, vraag mij 28 april, stel me die vraag dan nog eens. Ja. Misschien wellicht een ander antwoord. Ik weet wel rood, Ruup Job, ik weet wel rood. Hoe zal de blooskapel met weer op stroot? Door ik niet van, zie der kost overstuur. Die kopen bas aan vol viooltjes aan de muur. Ik zit nou trouwens nog te bedenken van zou de koning geen spijt krijgen dat hij hier niet in komt? Ja. Als hij nou straks jouw podcast luistert en de beelden ziet en de krant leest. Ja, zou hij heel diep teleurgesteld zijn. Zeg ik zonder enige bescheidenheid. Dat is ook goed mogelijk. Zometeen meer. Rineke Marwitz werkt in Emmen voor Facet. Dat is een culturele instelling. Zij mag een groot koor dirigeren voor de koning op Koningsdag. En dat was eigenlijk helemaal geen vooropgezet plan van de gemeente dat jij dat zou doen, want jullie zaten gewoon koffie te drinken en toen kwam het een beetje zo, toen ontstond dat idee. Ja, eigenlijk kwam het daarop neer. Ja. Ja. Je hebt ook niet gesolliciteerd, je hand opgestoken, want ik zou het heel graag willen doen. Nou ja, ik had hier intern natuurlijk wel, want mensen weten dat ik koordirigent ben, die hadden wel gevraagd, goh, is dat niks voor jou? En ik zei van ja, natuurlijk vind ik dat altijd leuk om te doen. En hoe groter, hoe leuker. En ja, ik heb wel vaker voor grote groepen gestaan. Het grootste koor wat ik ooit heb gedaan is 1200 mensen. Dus ja, op zich is 300 zou mooi zijn. En dat is ontzettend leuk. Vooral als je gewoon daar één mooie koorklank van kunt maken. En ja, ik vind het heel erg ja, ook eervol om het te mogen doen hoor. Wat, hoe groter, hoe leuker is het ook? Hoe groter, hoe moeilijker? Want hoe gaat zoiets in zijn werk? Nou, dat vind ik dus niet. Want ik denk een heel groot koor, dat krijg je een soort grote gemene deler, zeg maar, qua klank. De kunst is wel om alle niveaus die daarin zitten en alle manieren van zingen die erbij horen. Ik bedoel, er zit een smartlappenkoor bij, er zit een klassiek geschoold koor bij, een jongerenkoor. Dat heeft allemaal een eigen klank en een eigen manier van zingen. En dat is de opdracht die ik mezelf heb gesteld om te kijken of je daar toch echt één koorklank van kunt maken. Maar dan is hoe meer stemmen, zeg maar, hoe makkelijker dat ook in elkaar valt. Ja, ja, dus een valse stem valt minder snel op in een groot koor, omdat het zo'n... Ja, ik zou nog niet eens een valse stem willen noemen, als wel een ander stemgebruik. Ja, oké. Okay. Dus... Een verkeerd stemgebruik. Oh ja, anders. Ja, ja, precies. Vanavond gaan we heel hard aan het werk.
iedereen, dat hebben we vorige keer ook verteld, die zich aangemeld had als koor, nodigen we uit om mee te doen met het Wilhelmus, meerstemmig. Maar we vonden van ja, dat is toch wel heel karig als je één liedje mag zingen als koor. Dus daar wilden we graag wat bij doen. Nou, toen ontstond een heel idee. Hartstikke leuk, gaan we doen. Maar dan willen we wel op het moment dat de koning al op het plein aankomt, dat daar al wat reuring is. Nou, die reuring mogen wij verzorgen met z'n allen. En die reuring moet ervoor zorgen dat het publiek op het plein opgewarmd blijft. En dat doet het koor door meezingers te zingen. Want wat zijn dit voor koren? Wat gaat daar bij elkaar komen die dag op Koningsdag? Er zijn heel veel koren in de gemeente Emmen. En zeker een stuk of 10 hadden zich aangemeld. Maar nou, wij willen heel graag wel iets bijdragen aan Koningsdag. Want we vinden dat leuk. We zijn een leuk koor en we willen graag van ons laten horen. Wat ik zeg, we hebben klassieke koren, popkoren zitten ertussen. Ook het koor Geen Gehoor, wat een paar jaar geleden is ontstaan voor mensen die eigenlijk alleen maar in de badkamer durfden te zingen onder de douche. Er is ook een jongerenkoor bij. En een smartlappenkoor, wat ik al zei, popkoren, ja, echt van alles en nog wat. Hoe is het om daar, je doet het al jaren, maar hoe is dat om daar leiding aan te geven en om zo'n hele grote groep een bepaalde kant op te krijgen? Dat lijkt me best wel moeilijk. Nou ja, dat is dan je jarenlange ervaring die je hebt met hele grote groepen werken, hoe je dat moet aanpakken. Het is enthousiasmeren vooral. En is dat nog, het feit dat het straks voor de koning is en het Koningsdag, is dat een kroon op je werk of is dat te groot gezegd? Dat is heel wisselend. Ik vind het natuurlijk heel mooi dat ik dit nu kan doen. En een kroon op mijn werk zou ik het niet willen noemen, want ik hoop dat er nog meer gaat komen. Het is niet het sluitstuk, laten we het zo zeggen. Maar het is natuurlijk wel een heel groot evenement wat je maar één keer meemaakt. En dat vind ik wel heel leuk om daar onderdeel van te zijn. Het koor is opgewarmd en het publiek is opgewarmd. En dan komt de koning. En dan zingen we ook nog het Wilhelmus. En dat wordt ook wel een speciale editie, vermoed ik. Maar daar kan ik nog niet veel van zeggen. Spannend wel, toch? Ik kan me zo voorstellen dat je daar staat met dat koor en dan aan het aftellen bent, want ze komen zo. En dan nog een keer gaat zingen en dan de camera's erop en de NOS die erbij is. Lijkt me wel spannend. Ja, misschien wel. Ik weet het nog niet. Ik ga het ervaren. Ik ga nog heel even terug naar Zuidbargen. Wie speelt Wilhelmus, Triop in dit geval? Meedunkt ons kunner in, die kent dat wal. Maar het klukt nog niet, nog orig excentriek. Het haar nog mies van de hoel van de melkfabriek. Dus de Oranjevereniging blijft sowieso in Zuidbargen. Alleen, daar moet nog wel het een en ander gebeuren. Maar heel even, jullie hebben dus voor gekozen. En dat vind ik ook wel mooi natuurlijk, hè, dat jullie ervoor kiezen om gewoon in Zuidbargen te blijven. Nou is hier groot feest vanuit jullie op een grasveld hierachter. Ik heb dat grasveld net gezien. Dat is geen grasveld. Ik wou zeggen, welk grasveld bedoel je? We hebben nog 23 dagen, ja. Maar dat is een bouwput. Ja. En daar overdrijf ik niet. Toen ik er was, toen was de gemeente er nog druk aan het werk. En er stonden trekkers en shovels en dixies en hekken. Van een grasveld was in elk geval echt geen sprake. Ja. Nee, maar dat komt goed. Ja, ja? Ja. Ja, dan komen allemaal mooie graszoden in en wij zijn gewoon klaar voor ons feestje 27 april, geen probleem. Toen het op de schop ging, hadden wij daar wel degelijk stress van. Ja. En zijn daar wel, binnen ons bestuur ook wel heftige gesprekken over geweest van hoe kan dit? Dat dit eigenlijk zo kort voor Koningsdag gewoon dusdanig op de schop gaat. Optimisme genoeg in elk geval.
En als je denkt dat Gerald het heeft opgegeven om de koning naar zijn bar te halen, dan heb je het mis. Nou komt de koning dus inderdaad naar Emmen. En nou heb jij toch nog een droom om de koning hier door Zoetbouwgen te laten rijden? Begrijp ik dat goed? Want, hoe ziet dit eruit? Wat zijn de plannen? Ja, kijk, wat wij heel graag hadden gewild is dat, dat we door Zoetbouwgen, en dat hij minimaal was gestopt en dat we een praatje konden maken, een handje konden geven. Ja. Wellicht iets konden aanbieden, iets kunnen laten onthullen. Dus dat willen we heel graag alleen. Nou, het is inmiddels wel voldoende duidelijk. Echt op veiligheidsniveau is dat niet haalbaar. Dat is niet veilig genoeg. Ja. Dus we willen natuurlijk absoluut niet dat de koning of zijn gezin in gevaar is. Dus dat is dan wat het is. Maar ze moeten naar Emma. En dus ik heb daar gisteren ook wel echt gezegd van, nou, ik ga niet zomaar akkoord. Want en anders dan zetten we een wegafzetting in Noordbargen, want dat is een andere optie. Dan houden we daar tegen. Dus ze moeten, nee, dat grapje. Maar ze moeten door Zoetbargen. Ja, en dat besluit wordt volgende week genomen. Dit kan echt nog gebeuren. Het kan zijn dat de koninklijke familie... Nee, anders had ik dat nu niet gezegd. Dat kan echt gebeuren. Het kan zijn dat de koninklijke familie door Zoetbargen naar Emmen rijdt. Ja. Maar ja, dan wordt het een drive-by. Dus dan gaan wij gewoon aan de kant van de weg staan zwaaien. Ja. Dat is eigenlijk de enige optie wat er nu nog is. Wat ook oké is, hè? Het is het hoogst haalbare. Ja, precies. Ja, maar dat het überhaupt mogelijk is, dat is, ik vind wel de toch. Mensen doen wel echt hun best. Oh ja, en even voor de duidelijkheid. Als je van Den Haag naar Emmen rijdt en je wil door Zoetbargen, dan moet je een stukje om. Ik denk dat het gewoon doorgaat. Dat denk ik wel. Ja? Ja. Ja, nou, we zijn ons zwaaien aan het oefenen, toch? Kijk, wat je aandacht geeft, dat groeit. Zometeen dan bel ik even met Gerald voor een update. Eerst ga ik naar de Bras in Emmen. En daar spreek ik Jorien Renkema en Jordi Warners. Jorien Renkema. Ja, goedemorgen met de ochtendshow van het weekend. Zometeen hoor je 21 Pilots, meteen naar Offenbach en Norma Jean Martin. Jordi Warners. En hele goedemiddag. Zometeen jouw kans op prijs in de grote dialectenquiz. Ook Anne-Marie Shania Twain komt eraan. Dan Balak aan en Stick Season. We zitten bij de Bras in Emmen op het terras. Is dit de plek waar jullie veel komen / kwamen? Nou, ik ben hier wel een paar keer geweest, ja. Maar ik denk dat ik meer bij de Zwetser ben geweest dan bij de Bras. Oh ja, goede keus. Ja, bij de Zwetser heb ik gewerkt hiernaast. Maar tegenwoordig kom ik best wel vaak bij de Bras. Weet je, de Bras is zo'n plek in Emmen waarvan je altijd weet dat het open is. Ook al is alles dicht, de Bras is altijd open. En jij woont nog in Emmen, Jorien. Terwijl je werkt in Hilversum. Naar Amsterdam tegenwoordig. Sorry, je werkt tegenwoordig in Amsterdam. Is dat goed te combineren? Ja. Ja? Ja. Nou, jij moet van autorijden houden, maar dat hou ik wel. Ja, ik ben heel blij om hier nog lekker te wonen. Dus voor mij is het zeker goed te combineren. Want waarom ben je in Emmen blijven wonen? Waarom ben je niet naar Amsterdam gegaan of naar Hilversum, terwijl je werk daar wel is? Nou, omdat ik een heel leven had opgebouwd in Emmen inmiddels. En toen dacht ik, ja, moet ik dat dan nu allemaal achterlaten voor mijn werk? En toen dacht ik, nou, weet je wat, ik ga eerst gewoon een beetje heen en weer rijden. En dan zie ik wel hoe dat bevalt. Verhuizen kan altijd nog. Nou, inmiddels 10 jaar later woon ik nog steeds in Emmen. Dus beviel. Ja. En Emmen, ja, ik moet toch even aanstippen, het wordt al 11 jaar gezien als een heel onaantrekkelijke gemeente. Wat vind jij ervan als Emmenaar? Ja, ik word er altijd een beetje moe van. Ik word ook zo vaak in Hilversum dat mensen dan denken dat ze heel origineel zijn. Dan sturen ze me weer dat artikeltje, hè, 1 keer per jaar met, oh kijk. Ja, ik vind het altijd een beetje vermoeiend. Kijk, ik woon ook in Emmen omdat ik hier mijn familie in de buurt heb. Hè. Als ik in Amsterdam was geboren en getogen, dan had ik ook niet in Emmen gewoond. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Maar ja, ik woon hier met plezier. Dat zeg ik altijd maar gewoon. Ja. Is het niet enthousiast genoeg? Nou, er komt een hele uitgebreide uitleg, maar het was eigenlijk kort en krachtig. Ja. Jij bent wel vertrokken, Jordi. Ja, ik was het wel eens met de Atlas voor. Nee, dat is niet waar natuurlijk. Nee, ik hou wat minder van autorijden. Ik zat net nog hier in de auto onderweg naar Emmen toe en ik dacht, mijn hemel, wat duurt dit lang voordat ik er eindelijk ben. Ik vind het gewoon een lange weg. Maar ik merk de laatste tijd wel, ik ben de laatste tijd weer wat vaker in Emmen. En ook wat vaker bij mijn moeder, dat ik het wel echt... ik heb het wel een tijdje gemist. Ja, Jorien weet dat ook wel. Ik was hier niet iedere maand te vinden misschien. En dat heb ik echt wel het afgelopen half jaar veranderd. En ik heb het wel gemist, die rust. Even uit die bubbel van de Randstad. Jordi en Jorien werken in Amsterdam en Hilversum.
De een bij Q Music en de ander bij 538. En ze kennen elkaar van de lokale omroep in Emmen. Eerder was dat RTV Emmen. Tegenwoordig is dat Zo 34. Zo 34. De stem van Zuidoost-Drenthe. Zo 34. Die omroep moet je echt zien als gewoon een familie. Met best wel veel jonge mensen. En natuurlijk waren er ook wel wat oude mensen toe. Maar echt veel jonge mensen die allemaal een ambitie hadden. Om bij de radio dingen te gaan doen. Of misschien wel bij tv. En daar gewoon eigenlijk. Ja, ik besteedde daar bijna iedere dag. Als ik er kon zijn, kon ik er zijn. En dan spijbelde ik daar soms nog wel een dag voor van school. En ja. We waren daar gewoon onze hobby aan het uitvoeren. En we vonden dat fantastisch leuk. Laten we het gaan hebben over Koningsdag en de rol die Jorien en Jordi gaan spelen in het programma. De komst van de koning zorgde meteen al voor blijdschap. Nou, ik ben heel erg Koningshuis-fan. Ik ben echt dol op alles wat met die familie te maken heeft. En het ben ik ook echt van huis uit meegekregen. Mijn moeder was ook groot fan van het Koninklijk Huis. Ik heb thuis een schoenendoos met ieder koninklijk huwelijk van de afgelopen 30 jaar op videoband. Van mijn moeder dus. Dus toen ze naar Emmen kwamen, dacht ik wel meteen, ja, hier wil ik heel graag een rol in spelen. Dus ik heb ook wel een beetje gelobbyd, moet ik eerlijk toegeven. Oh ja? Ja. Oh, oké. Okay. Je bent actief op zoek gaan naar een rolletje. Oké. Okay. Maar nog even over jouw fanschap van het Koningshuis. Hoe ziet dat er verder uit dan behalve die videobanden? Heb je ook een verzameling aan spullen of zo? Of heb je posters aan de muur? Nee. Lees je vorsten? Kijk je blauw bloed? Nou, blauw bloed kijk ik wel regelmatig. Als ik er langs heb, blijf ik altijd even hangen. Ik vind het gewoon heel leuk om het ook allemaal een beetje bij te houden. Hè? Wat dragen ze? En hoe gaat het met de prinsessen? Ja, vind ik gewoon leuk. Ja, ja. Want hoe zijn jullie hierbij terechtgekomen? Jullie gaan, wat jullie gaan doen, daar kunnen we zo maar even over kletsen. Maar jij bent dus gaan lobbyen. Jij hebt gedacht, ik wil hier een actieve rol in krijgen. Ja. Hoe ben je dat gaan doen? Wie ben je gaan bellen? Nou, er zit iemand in de organisatie van Koningsdag, Jan-Willem Naaldenberg. Die ken ik goed. Dus daar ben ik eens begonnen. Ik heb een lijntje uitgegooid. Hey, Jan-Willem, is er nog een rol voor mij weggelegd? En die zei, ja, dat komt wel goed. Ik denk dat er wel ergens iets voor jou is weggelegd. Maar toen hij uiteindelijk kwam met de rol die Jordi en ik nu hebben gekregen, toen dacht ik wel, wow, dit is echt heel groot. Dat had ik niet durven hopen, hoor. Ik dacht, ik mag misschien ergens op de route een bosje bloemen aanbieden of zo. Ja, wat kunnen we erover zeggen? Kunnen we zeggen dat het een beetje lijkt op of... Nee, dat moeten we denk ik niet zeggen. Oké. Maar het wordt wel heel groot. Ja, nou ja, er wordt echt een decor gebouwd. En zo. Ja. Het lijkt op Ik hou van Holland of zo. Nou ja, om maar een voorbeeld te noemen misschien. Maar, maar ja, het wordt een groot decor. En met tribunes waar de koninklijke familie op komt te zitten. En het wordt ook een heel groot onderdeel van de dag. Hè? Want nou ja, je weet het natuurlijk, Koningsdag, alles is vrij vluchtig. Maar dit wordt gewoon, volgens mij mogen we maximaal een kwartier... Mogen we hiervoor uittrekken? Ze krijgen een kwartier de tijd voor de quiz. En dat is niet alleen maar om zoveel mogelijk vragen te stellen aan de familie. Koninklijke familie heeft een officieel zitmoment nodig in de route. Neem ik aan vanwege ook de prinsesje natuurlijk helemaal met de hakken. En de vrouw met de hakken. Dat is natuurlijk best wel heftig, zo'n hele route. Dus die komen dan bij ons zitten op de tribune. Of nou ja, op de tribune in een soort van deskvorm. Dus het is ook een officieel zitmoment. Want de koninklijke familie moet even zitten. Dat is protocol. Dat is blijkbaar protocol, ja. Shit, heb ik nu iets verklapt en niet mag? Nou ja. Geen idee of we dit mogen zeggen, maar... Na Koningsdag kijken zo'n 2 miljoen mensen. Toch zorgde dat in eerste instantie niet voor zenuwen. Nou ja, het gekke is, ja, dat bedoel ik helemaal niet arrogant of zo... maar ik dacht heel erg van, oh ja, dit kan ik wel. Maar toen hadden we dus die meeting vorige week... en toen begon iedereen mij helemaal zenuwachtig te maken met... Ja, weet je wel zeker dat je dit kan? Want ze kijken ontzettend veel mensen naar. En ja, die koninklijke familie die staat naar je te kijken. En die hebben ook een soort betoverend effect, weet ik uit ervaring, zei iemand. Ja, dat werd ook expliciet gezegd door die man. Die zei ook van, ja, ik weet niet hoe ze het doen. Ja. En ze krijgen het bij iedereen gebeurt het. Maar op het moment dat de koninklijke familie voor je staat, dan... Ja, iedereen raakt betoverd. Daar word je een heel ander mens door. Ja, en toen werd ik zenuwachtig. Toen dacht ik ineens, oh jee. Ja, kan ik dit wel? Ik sprak dus de regisseur van de NOS. En die kijkt enorm uit naar dit moment. Ik echt? Zei, ja, ik zei wat ik vroeg aan hem. Ik zei, stel nou dat ik zit te kijken of andere mensen zitten te kijken. Ja, waar moeten we even op letten? Wat wordt nou echt een leuk ding? Het zei hij, ja, de quiz. En daar verwacht ik heel erg veel van. Daar zijn 4 de tribunes, 4 teams...
Twee presentatoren, leuke filmpjes, instarts. Nou, ik ga er niet te veel over verklappen, maar dat is echt wel, denk ik, een ontzettend leuk onderdeel. Dit vind ik dus wel tegelijkertijd heel spannend en heel gek, omdat, kijk, wij hebben die man bijvoorbeeld nog nooit gesproken of ontmoet. En er zijn dus bepaalde ogen gericht op iets wat wij gaan doen, waar wij gewoon op een dag voor gevraagd zijn. Zo, wat willen jullie doen? Ja, superleuk. Nou, hartstikke idee. We hebben geen sollicitatie hoeven doen, geen auditierondes. En blijkbaar wordt er wel heel veel verwacht. Ja. Ja, de ogen van heel het land zijn wel op jullie gericht. Ja. Meer dan ooit. Meer dan wanneer je een radioprogramma maakt. Nee, zeker. Ja. Absoluut. Ja. Ja, bedankt voor deze extra druk. Wat trekken jullie aan? Weet je dat al? Nee. Nee, maar we gaan wel echt even kijken of we iets kunnen afstemmen op elkaar. Dat we leuk matchen. Ja. Maar Vleugje Oranje zou ik wel leuk vinden. Ja, tuurlijk. Zeker. Ja. Oh ja, nee. Gaan we nog even over in Conclave. En de vragen gaan dus over de regio. Ja. Wat kan ik dan verwachten? Nou, hoogtepunten uit Drenthe. En we weten dat de koninklijke familie, vooral Amalia, schijnt daar heel fanatiek in te zijn. Die doet echt haar huiswerk van tevoren. Die leest zich helemaal in over de regio. En die, die zorgt dat ze alles weet. Dus dat gaan we testen. Hey, veel succes. Dankjewel. Ik kom jullie op Koningsdag nog even opzoeken, want dan wil ik even weten hoe het is gegaan. Oh, dat vind ik leuk. Ja, ja, dat vind ik leuk. Dan doen we even een evaluatie. Ja, ik hoop dat het goed was dan. Ja, toch. Komt er goed. Leuk. Hey, succes. Gerald. Hey, Gerald. Met Bas spreek je. Hey, Bas. Hey, Gerald, je vertelde, in de laatste keer dat we elkaar spraken, vertelde je over je plannen dat je de koning nog door Zuid-Bargen wilde laten rijden. Want ja, je zei, hij gaat over asfalt, dus hij moet toch naar Emmen en dan kan hij net zo goed door Zuid-Bargen. Hoe staat het daarmee? Nou, daar heb ik een beetje nieuws over wat niet officieel is. Officieel moet ik het horen. Maar ik heb uit verschillende berichtjes die ik kreeg van Gerald, het zal toch niet. Zagen we nou net niet de koninklijke bus met een aantal politiemotoren vooraan door Zuid-Bargen rijden? Nee. Ja, toch echt. In eerste instantie dacht ik dat het een grap was. Helaas geen foto dat hij door ons dorp rijdt, maar wel degelijk dat die bus is gesignaleerd in Emmen. Dus ik heb het uit verschillende mensen gehoord. Dus het lijkt echt zo. Het schijnt echt zo te zijn. Nou, dan heb ik ook van verschillende mensen gehoord dat hij inderdaad in Emmen was. Want hij moet blijkbaar een soort testrondje maken. En kan hij het Noorderplein op, het plein waar ze uitstappen straks. Maar hij is dus ook door Zuid-Bargen gereden. Dus ja, er is wel echt iets in werking gezet. Ja, dat zeker. Minimaal dat ze hebben gedacht van laten we in ieder geval die route rijden. En kijken of dat kan en of dat haalbaar is. Wat de conclusie daar uiteindelijk van is, dat moeten we afwachten. Maar ik kan me niet voorstellen, ik kan me geen enkele reden voorstellen dat daar een negatief advies uit zou komen. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Nou, dus, spannend. Dus super, super spannend. Absoluut. Ja, laat mij weten als je meer weet. Hou me op de hoogte. Ja, gaan we doen. Oké, top. Succes. Nou, jij weer bedankt. Okay. Yo, dankjewel hè. Yo, doei. Kwart voor zeven de morgen stond ze eruit te loeren. Ja, kijk, want ze was een wel dat de auto met haar majesteit langs kwam, maar niet precies hoe laat of dat zal wezen. Was was al avond toen de auto kwam. Sie had de mond net vol met boterham. En toen sie kloorste met de toeters voor de snoet. Toen was ons koning in het dorpien alweer rood. Toen was ons koning in het dorpien alweer rood. Dankjewel. In de volgende aflevering gaan we sjoelen. Ellie Mensen gaat samen met de koning een potje sjoelen. Ze is namelijk wereldkampioen. En haar talent werd al vroeg opgemerkt. Dat mijn moeder ooit eens in Barneveld op het balkon heeft gestaan naast een meneer. En die meneer die keek naar beneden, die keek mijn moeder aan. En die zei tegen mijn moeder, dat meisje met die roze schoentjes aan, die moet je in de gaten houden. Dat wordt een hele goeie. Dat was ik. Kroon op Emmen gaat vrolijk voorwaarts op donderdag 25 april. En als je je abonneert, dan blijf je lekker op de hoogte.